Ik weet nog dat ik toen ik op de basisschool zat, dat ik tussen de middag naar huis ging om boterhammen te eten. En dat ik daar op een kast al mijn eigen kleine mini-animatiestudio aan het bouwen was. Dus met papiertjes en lege poppetjes. En dat ik daar later op mijn computer dan iets bewegends van kon maken, dat vond ik toen heel erg fascinerend, denk ik. Ja, ik vind naast mijn studie het belangrijk om te schetsen en te tekenen. En ik heb altijd een notitieboekje bij me en daar schrijf ik dingen in op als ik in de trein zit, maar ook als ik op reis ben. Voor mijn gevoel helpt het heel erg met de manier van kijken en gewoon veel bewuster naar dingen kijken. Vanuit dat schetsboekje ben ik een animatie gaan maken. Daarin heb ik eigenlijk mijn eigen notitieboekje tot leven laten komen. Ik vind nog steeds dat je met je handen moet beginnen en vanuit daar moet gaan werken en moet nadenken. En ja, ik vind het wel mooi om dat digitale, dat dat erbij komt. Dat vind ik wel mooi eigenlijk, want het biedt gewoon veel meer mogelijkheden. Ik denk dat dat wel echt iets is wat ik hier ontwikkeld heb. Dat ik afgelopen jaren veel meer een fascinatie heb gekregen voor menselijk gedrag. En hoe mensen zich tot elkaar verhouden, hoe ik me tot mensen verhoud, maar ook hoe mensen zich tot objecten verhouden. Ja, ik heb hier ook zeker wel geleerd dat ik samenwerken wel heel belangrijk vind. En dat door juist er samen te werken er mooiere dingen ontstaan, daar ben ik ook wel van overtuigd. Het project waar ik vorig jaar mee heb gedaan is voor de Strijdbiennale. Deden we onderzoek naar de relatie van mens tot object. Wij hebben gekozen om onze installatie over identiteit te laten gaan. Want steeds als je een nieuwe ruimte komt, dan pas jouw identiteit aan de ruimte waar je bent en aan de mensen met wie je bent. Op één plek ging één scherm en op een andere plek ging een ander scherm. Doordat er ook een camera in zat, kon je jezelf zien. En zodra er aan de andere kant ook iemand voor ging staan, werden de twee identiteiten met elkaar vermengd. 10 rules for not being superficial. Het is eigenlijk uit een ergernis ontstaan, want ik erger me aan mensen die met oogklep op naar de wereld kijken. Ik heb daar toen een manifest voor geschreven. Daar heb ik toen een boek van gemaakt, waarin 10 regels staan waardoor je dus niet oppervlakkig bent. Maar doordat het in zo'n groot dik boek staat, ga je er al meteen vanuit dat het de waarheid is. En daardoor ben je juist weer wel oppervlakkig. Ben ik gaan kijken of ik objecten kon vinden die ongemakkelijk zijn. Ik trok voor mezelf eerst de conclusie dat ongemakkelijkheid ontstaat als je uit je context getrokken wordt. Toen kwam ik een handvat tegen op straat. Het lag daar maar, het was waarschijnlijk afgebroken van een paraplu. En ik dacht gelijk van, wat is een handvat als het zo'n object verloren is waar het eigenlijk aan vast zat? Vanuit daar ben ik handvatten gaan verzamelen. En heb ik een hele fascinatie voor handvatten. En die ben ik dan op plekken gaan plaatsen waar ze in eerste instantie niet denk nodig te hebben. En toen ontdekte ik dus dat ik een heel nieuwe manier van ervaring met het object gecreëerd had. Doordat je bijvoorbeeld een plein kan vasthouden. Door het vasthouden verandert de verhouding van jou tot het object en heb je een hele nieuwe manier van kijken. Dus ik ben dat nu verder aan het uitbouwen eigenlijk en kijken of ik voor speciale plekken speciale handvatten kan ontwerpen. En daarmee hoop ik gewoon andere mensen ook net iets anders naar de wereld te laten kijken. Ik denk dat het voor mij ook kenmerkend is dat ik dus graag met mijn handen bezig ben. En gewoon het feit dat je vanuit een concept werkt en daarbij gaat zoeken naar welk materiaal gebruik ik. Wordt het een film, wordt het een affiche, wordt het een product. Ik vind dat de gedachte erachter de eerste stap is. Ik wil in de toekomst graag mezelf in nieuwe situaties blijven plaatsen. Dus door gewoon nog meer te gaan zien van de wereld en nieuwe gedachten te komen en die dan vervolgens weer mee terug te nemen. En om die dan weer in ontwerp te gaan omzetten. Ik zou ook wel graag mijn eigen ontwerpstudio willen hebben. En ik zou heel graag nog wel een master sociologie willen doen. Ja, ik denk dat ik wel open-minded ben. En ik wil graag steeds nieuwe dingen leren. En samenwerken vind ik heel erg leuk. Ja, ik denk dat dit wel elementen zijn die heel erg belangrijk zijn om ontwerper te kunnen zijn.